Afgelopen woensdag is de Atlas van Nederlandse gemeenten gepresenteerd. Dit jaar was sport hierin het centrale thema. De 50 grootste gemeenten van Nederland werden hierin vergeleken op het gebied van sportaanbod en sportdeelname. Schiedam kwam hierin niet verder dan de 49ste plaats. Aan wethouder Faïd Minas, die onder meer over de sport in Schiedam gaat, de vraag of die lage klassering een teleurstelling is. Ja, uiteraard is dat een teleurstelling. Als sportwethouder hoop je natuurlijk dat Schiedammers lekker sportief en gezond zijn. En als je ziet dat je ten opzichte van andere gemeenten daar niet hoog in scoort, dan is dat een teleurstelling. Hoe kijkt u naar de resultaten uit die atlas voor de Nederlandse gemeenten? Nou, die resultaten die moeten enigszins genuanceerd worden. We hebben nog niet zo heel lang geleden een rekenkamercommissie onderzoek gehad. Uit dat onderzoek blijkt dat de sportparticipatie in Schiedam, de deelname van het aantal Schiedammers dat aan sport en bewegen doet de afgelopen jaren echt is toegenomen. Dat komt mede doordat het sportbeleid in Schiedam, wat we dus als Schiedam, als gemeente doen om het aantal Schiedammers te laten sporten en bewegen, echt is toegenomen. Dat komt echt doordat we flink hebben geïnvesteerd als gemeente in het sporten en bewegen van Schiedammers om dat te laten toenemen. Dat zie je ook. Je ziet dat meer Schiedammers zijn gaan sporten en bewegen. We hebben geïnvesteerd in sportcomplexen. We hebben geïnvesteerd in het sporten en bewegen in de wijken. Maar kennelijk is dat nog onvoldoende. Dus we moeten daar de komende jaren echt mee doorgaan. De lage plaats van Schiedam is niet zozeer te wijten aan het aantal faciliteiten. Schiedam scoort vooral laag op het gebied van sportbeoefening. Er zijn diverse platforms hiermee bezig in Schiedam. Maar hoe kunnen zij de Schiedammers nog meer stimuleren om te gaan sporten? We hebben inderdaad ontzettend veel faciliteiten. Maar wat we ook leren is dat er een hele grote groep in Schiedam is die gewoon slechte en een ongezonde leefstijl op nahoudt. En dat zijn ook gewoon mensen die misschien minder te besteden hebben. Dat is niet per se Schiedams. Dat zie je ook aan andere gemeenten die in dat lijstje staan. Zoals Vlaardingen, Rotterdam, Nissewaard. En wat we vooral proberen te doen om die doelgroep te bereiken is andere manieren van sporten in te zetten. We proberen de buurtsportcoaches in te zetten. We proberen sporten in de wijk te brengen. We hebben de calisthenicsveldjes in de wijk ingezet. Want niet voor iedereen is sportdeelname aan een vereniging betaalbaar. Dus wat we hebben gedaan is de calisthenicsveldjes gerealiseerd. Sporten in het Beatrixpark, dat is eigenlijk gratis sporten naar de wijken toe gehaald. En wat we moeten doen is kijken hoe we dat nog meer kunnen realiseren. In het Maasboulevard heeft Omnisport bijvoorbeeld de sportfitness toestellen neergezet. Die zijn gratis toegankelijk. Die zijn nu verlengd tot eind januari volgend jaar. En eigenlijk zijn dat allemaal manieren om te kijken hoe we de sportactiviteiten nog meer toegankelijk kunnen maken. Om ervoor te zorgen dat sporten en bewegen toegankelijk wordt voor mensen die het minder hebben in deze samenleving. En dat zijn er ontzettend veel in Schiedam. Er is veel geld uitgegeven aan sport. Tegenstanders roepen nu op basis van deze atlas zonde van het geld. Is dat ook zo? Nee, dat vind ik echt onzin. Ik vind dat iedereen in Schiedam echt gezond moet zijn. Want als je gezond bent, dan ben je gelukkiger. En op het moment dat je gelukkiger bent, dan doe je echt op een positieve manier een bijdrage leveren aan deze samenleving. Dus we moeten echt doorgaan met ervoor zorgen dat we gezonde Schiedammers hebben. En wat mij betreft gaan we daar vooral mee door. En we gaan kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we de komende jaren door blijven gaan. Om ervoor te zorgen dat we gaan stijgen aan sportparticipatie. En iedereen en alle kinderen die opgroeien in Schiedam, die moeten gezond worden. En daar gaan we de komende jaren flink mee door, wat mij betreft. Geeft die lage klassering aanleiding om het sportbeleid in Schiedam anders te gaan doen? Niet zozeer anders, maar we gaan wel kijken hoe we het sportbeleid verder kunnen versterken. Met name sporten verder inzetten in de wijken om dichter bij de mensen te komen die we nu nog niet bereiken. En dat zijn verschillende doelgroepen die nu nog niet bereikt worden. En dat zijn eigenlijk met name de mensen die nu nog niet in groepsverband willen of kunnen sporten. Voor veel clubs is het nu door de coronacrisis een moeilijke tijd. Vreest u voor de gevolgen hiervan? Ja, sportverenigingen hebben het ontzettend moeilijk. Ik leef erg met hun mee. Vooral ook met de vrijwilligers die de afgelopen jaren keihard hebben gewerkt. Dus wij leven erg mee met die sportverenigingen. Ik vrees niet zozeer voor de gevolgen. Omdat ik weet dat al die vrijwilligers en alle besturen waar wij nauw contact mee onderhouden. Die zijn positief ingesteld. En die overleven het. Daar zorgen wij als gemeente voor en daar zorgt het Rijk ook met allerlei regelingen voor. Dus ik ben ervan overtuigd dat na de crisis die sportverenigingen echt nog wel op zijn minst net zo sterk zullen zijn als ze voor de crisis waren.